Op deze site kan je je eigen groene ideeën indienen. Ook kan je stemmen op een al eerder ingediend idee. We gaan nu een idee indienen. Ik wil een paar walnotenbomen in het Ankerpark in Leiden. Eerst navigeer ik naar het Ankerpark op de kaart. Ik vind het handig om Toon kaart te klikken. Je ziet dan een groter deel van de omgeving van Leiden. Dit is een satellietbeeld. Ik zie liever nu de kaart. Dat kan je hier kiezen. En nu zoek ik het Ankerpark. Daarvoor moet ik een paar keer inzoomen. Zo. Dan klik ik op idee indienen. Ik sleep het plaatje met het lampje naar de juiste plaats. Hier kan ik het idee beschrijven. Ik kan, als ik dat wil, een link toevoegen naar een website met achtergrondinformatie over mijn idee. Ook kan ik een foto uploaden vanaf mijn computer. Persoonlijke gegevens, zoals je e-mailadres en telefoonnummer, zijn nodig om contact met je op te nemen over je idee. Dat komt niet op de site. Alleen de titel van je idee en de toelichting, plus de foto. Je idee wordt pas verstuurd als je klikt op idee indienen. Nu staat het op de kaart. De redactie van Groen Idee rond Leiden bekijkt het en neemt zo nodig contact met je op. Het idee kan besproken worden met de gemeente of in het Groene Ideecafé. Zo dien je dus een idee in op de site groenideerondleiden.nl. Maar op een bestaand idee stemmen kan ook. Dat doe je zo. Als je hier in de menubalk klikt op idee indienen, kan je alles nog eens rustig nalezen. Thank you.